Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij wat GTA 5 Online. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar een gloednieuwe auto. Vorige week hebben we niks gehad, dus ik ben nou wel echt enorm benieuwd wat we dan vandaag gaan krijgen. Want vandaag moet dan echt klappen worden. Nee, waarschijnlijk niet. Vandaag hebben wij de... Anus... nog wat eens. Het is maar net waar je vanuit. De een heeft liever een anus, de ander heeft misschien... Anyways, het is in ieder geval een auto, een soort van SUV bij Southern San Andreas. En het is volgens mij deze, de Anus Helion. Doe me een beetje denken aan zo'n Jurassic Park SUV of zo. I don't know. Ik ben wel benieuwd wat ik mee kan doen. Hij is dus $835.000. Ik heb hem nog niet besteld. Gaan we nou even gelijk doen. En dan gaan wij zo meteen eens even kieken. Volgens mij is dit meer dat Army Green, dat donkere. Dus wij planten hem in mijn... Ah god, die zit weer vol. We doen de Issy Sportweg. Whatever. Dat ding gebruiken we toch niet. Nogmaals, het is niet eens mijn eigen account waar ik op zit. Dus... is misschien een beetje lullig, maar hey, geld zat. Geld zat. Ondertussen gaan we even wachten tot die auto afgeleverd wordt. En dan gaan we wel even kijken in het casino. Want als het goed is, zit er ook weer een nieuwe auto in de wheelspin. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig welke dat zal zijn. Dus we gaan even kijken of we die kunnen winnen. Moet ik bekennen dat de laatste 10 keer dat ik aan het rad gedraaid heb, dat ik nog steeds niks heb kunnen winnen. Of in ieder geval, elke keer was het nog RP. Oké, wat zit er momenteel in? Oh. Oh. Dit ding is oud, of niet? Of oud is dit ook weer? Ik kan me herinneren dat ik deze auto had willen kopen vanwege de achterkant. Die motor ziet er super sick uit. Nee, dit is een andere auto trouwens. Wat is dit voor auto? Hij doet me denken aan een hele oude auto. Die echt al sinds day one in de game zit. Maar dit is volgens mij de Swinger, I guess. Ook vet. Maar ik dacht dat ik dacht dat het volgens mij deze auto was, de Stinger. Dat is op zich best wel een vette auto. En aan de achterkant zie je hetzelfde als bij deze auto, die motor zitten. Ziet best wel dik uit. Maar dit ding is wel nice. Dat is wel leuk om te hebben. En onze Helion is al afgeleverd. Laten we even kijken of we hier geluk hebben vandaag. Let's go. Zo is het, RP boys. Het wordt RP. Als jullie nou een like geven op de video, dan krijgen we een betere prijs. Dus ik wacht wel eventjes. Ik geef jullie een paar seconden. Is het gelukt? Oké. Okay. Nee, nee. Ah! Oké, okay, here we go. Let's go. Wat een wat gaat dit zijn. Kleding, halleluja. Een random dark woodland t-shirt. Amazing. Oh, nou, valt er gelijk niet te missen. Daar staat hij. Onze vierkante kubus. Ja, dit ding is echt super hoekig. Het doet me een beetje denken aan die aan de G-Wagon. Gewoon qua vorm, zeg maar. Super, super hoekig. Ik weet niet wat voor moet stellen. Als jullie weten wat dit voor auto moet zijn, laat even achter in de comments. Anis is volgens mij altijd Nissan, toch? Maar ik ben niet zo bekend met die SUV's, eerlijk gezegd. Is er niet een Nissan Tundra of zo? Is dat niet iets? Even kijken. Dat is iets, maar dat is een pick-up. Dus dat is het niet. Oké, okay, hier gaan we dan. Eerste indruk is, dit ding is redelijk snel voor een SUV, volgens mij. Ook qua stuur. Oh, I'm dead. Ah, fuck you. Fucking klootzak met je motortje. Maar nee, dit ding is agile. Valt me niks tegen. Het zit wel lekker. Super snel is hij natuurlijk niet, want het blijft natuurlijk nog een SUV. Maar ja, ik weet niet. De eerste indruk was wel nice. En van achter lijkt het echt op een G-Wagon. De voorkant niet. De zijkant ook niet. Hij viel te lang. Maar de achterkant wel. Het is nou op zich best wel moeilijk te zien omdat het zo donker is. Maar ook deze kleur die staat er best wel goed. Het is dat mat donkergroene. Wat ik eerder al zei, meer dat army green. Ik denk dat wij hem deze kleur ook gaan laten. Misschien dat ik zo meteen beslis om toch iets anders te pakken. Maar we zullen eerst even gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Anis Helion Offroad. Het zou me niet verbazen als dit een hele goede offroad auto is. Of in ieder geval... You know what I mean. Gewoon in de categorie een van de betere. Het is armor. Hoppakee. Brakes. Bump. Oké. Okay. Oh, 17 opties. Dat is heel veel. We kunnen zelfs een bumper delete doen. Dit doet me een beetje denken aan een moderne Ford Bronco. Vooral als je die bumper delete doet zo.
Dat was wat het is. Of in ieder geval... I don't know. Ik zie hier oprecht een Bronco in. Hij is te modern, want de Bronco is oud. Maar anyways. Eerste optie is een bumper delete. Daarna hebben wij... Een andere bumper. Volgens mij kan je best wel een brute... militaire truck van maken. Of truck. You know what I mean. Yup. Yup. Fuck yes. Oh, dit is interessant. Oh mijn god, nog een bullbar. Wat is het verschil? Wat? Oh, secondary color. Oh my god. Oh my god. Jezus. Ik ga eerst denk ik even alles opgooien. Gewoon eens even kijken hoe extreem we kunnen gaan. En vanaf daar gaan we weer terug naar iets moois. Dit is inderdaad wel... dit is wel heel erg bizar. Ja, we doen die wel even. Misschien een beetje too much, maar ik wil gewoon even kijken. Maar ik denk dat deze auto in ieder geval een hele hoop vette army-achtige upgrades heeft. Ik denk dat wij de competition kit pakken. En wat is er met mijn achterbanden trouwens? Die zijn zo wit. Komt er de lamp? Ja, we pakken deze competition kit. Die ziet er nice uit. Engine, upgrade die handel. Exhaust. Oh my god. Ik wilde zeggen, ik denk dat we zometeen iets aan de zijkant krijgen. Krijgen we dit. Oh my god. Wat? Wat is dit? Big Daddy Turbo. En we de V8. Ga weg, man. Oh my god. Wat is dit? Yo, dit vind ik op zich wel bruut. Ik denk wel dat we die bumper straks weghalen. Ik vind die bumper... Nee. Nee, ook die filters vind ik een beetje groot, maar... Het is uniek, oké? Geen enkele auto heeft zoiets als dit. We moeten dit pakken. Andere fenders? Oh, hij haalt de fenders af. Wat? Dit is heel raar. Een fender onder een fender. Hiervoor. Bolted fenders. Oké, dat is... Ja. Kunnen we deze ook collen? Yes! Woo! De grill. Nou, er is letterlijk geen grill. Ik wil niet lastig doen, maar er is geen grill. Want ik zie niks. Weet je wat? Ik ga heel even die voorbumper weg. Dat we de grill tenminste kunnen bekijken. Want ik denk toch dat we dadelijk meer... Voor zoiets gaan of zo. I don't know. We doen even dit. Dan kan ik tenminste de grill bekijken. Dus wat hebben we? We hebben een grill delete. Expose chrome. Bla bla bla. Bla 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 bla. Ik denk persoonlijk dat dit nog steeds de mooiste is. Gewoon die mesh. Ziet er clean uit. I like it. I like it. Right there. Horn lights. Heel belangrijk. Sowieso dat er een upgrade is waarbij je die lampen boven op het dak kan hebben. 100%. Livery. Gewoon een streep. Nog een streep. Atomic Tire and Rubber Products. Bijna elke auto heeft deze livery volgens mij. Die Redwood. Mijn macht. Ik weet niet wat ik met dit ding wil eigenlijk. Ik heb geen idee. Oh god, America. America, fuck yeah. En de laatste. Oh, is dit niet Gravedigger? Dit is sowieso Gravedigger. Van die monster truck shit. We hebben natuurlijk nog een roll cage. Die kan niet ontbreken in een auto als dit. En... Die vind ik persoonlijk niet mooi. Een beetje afhankelijk van wat ik doe met die kleuren natuurlijk. Ik ga hem nou gewoon even op primary. Maar er komt sowieso een roll cage in. 100%. De roof. Light bar, zoals ik al zei. Die moest er zijn. De raid kit. En dit. Ik wil hier eigenlijk wel zo'n brute truck van maken. Met zo'n rek boven op het dak en zo. We gaan hem niet verkopen. Nee, dank je. Skirts. Zo is een opstapje. Jap. Dat is op zich wel vet. Die kan je zelfs secondary color maken. Een ander opstapje. Nog een andere. Ik vind deze eigenlijk wel nice. Windowplate? Oh. Oh. Oh, dat is wel sick eigenlijk. Dit is perfect, joh. Niemand kan van achteren je neerschieten. Maar ja, niemand schiet, oké? Niemand schiet in deze game. Iedereen blaast je gewoon op. Oké, voor deze auto heb je dus redelijk wat customization. Het is alleen dat, ja, pick-ups worden niet heel veel gebruikt. Of niet pick-ups, SUV's.
Wat eigenlijk wel zonde is, want je kan hem heel erg vet maken, denk ik. Oh, ik ben er zojuist achter. Als je de primary windowplate doet, dan loopt die livery door. Even aan. Dat is wel dik. Dus ik vind het sowieso wel een nice livery. Vrij clean. En het moeilijkste van deze hele auto is nog steeds de voorbumper. Ik denk oprecht dat dit het mooiste is als je hem gewoon zo laat. Gewoon vrij kaal. Maar ja, we gaan gewoon even nu voor dit. Ik kan er niks anders van maken. Ja, eigenlijk wel. Gewoon iets anders opzetten. Maar I don't know. Het is lastig. Dit ding is trouwens wel bruut. Dit ding is een brute truck. Het moet ook een beetje denken aan Jurassic Park zo met die kleuren. Ik weet niet of hij echt veel sneller is geworden. Ik had net het idee in het begin dat hij vrij snel was. Nou, eigenlijk weer niet, dus makes no sense. Ik vind hem wel vet. Ik vind hem oprecht heel erg vet. Ik wil hem eigenlijk ook al hebben. $800,000 is op zich voor de game best wel prima. Maar het is weer zo'n voertuig wat je hoogstwaarschijnlijk nooit gaat gebruiken. Wat zonde is. We gaan eens even via de berg in. Dat is de ultieme test, hè. Het is een off-road auto. Kom maar. We moeten zien of je kan off-roaden. Maar nee, qua looks vind ik hem echt super vet. Je hebt er best wel veel verschillende opties voor qua customization. Dus je kan hem best wel uniek maken. We gaan hier de berg in. Oké, laten we zeggen, first person is niet ideaal. Dat is een grote is een grote blaffer voor je. Oké, hier gaan we dan. We hebben hier een berg. Kunnen wij hier gewoon zonder moeite recht naar boven rijden? Ik zeg ja. Oké, de landing was niet geweldig, maar makkelijk. Oké, volgende test. Kunnen wij hier makkelijk naar boven rijden? Oh my god. Yo. Oké. We blijven doorklimmen. Ik moet eigenlijk Mount Chili toch gaan rijden. De test der testen. Come on. Ik weet dat je het kan. Come on, Anis. You can do it. Oké, weet je wat? Ik geef voordeel van de twijfel. Dit is wel een het is een lastige clip. Er zit nu maar één ding op. Wij moeten richting Mount Chiliad. De ultieme test. We gaan erheen. We gaan zien wat dit ding kan. Maar ja, mijn eerste indruk is al gelijk. Dit ding klimt goed. Hij is all-wheel drive. Hij is snel. Het boeit hem geen zak of het off-road is of niet. Sommige auto's worden heel erg traag wanneer je ooit gaat off-roaden. Maar dit ding overduidelijk natuurlijk niet. Maar dat is ook de bedoeling. Dus ja, wel een beetje jammer dat er weer een tweezitter is. En oh. Oké, op zich een belangrijke test. Kan dit ding door het water? Ik kan gewoon door het water heen. Het moet niet veel dieper worden dan dit. Oh, foute boel. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee, godsamme. Oké. Nee. For fuck's sake. We kunnen weer rustig verder. We doen net alsof er niks gebeurd is. En onze weg naar Mount Chiliad vervolgt. Ik denk persoonlijk dat je deze auto ook wel erg vet kan maken als je hem juist erg clean laat. Dus niet zo'n overdreven off-road stijl als ik nou heb gedaan. Maar gewoon heel erg standaard. De reden waarom ik nou voor dit heb gekozen is gewoon om jullie te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En wat je zelf doet, ja, dat moet je natuurlijk zelf weten. Hier zijn we dan, jongens. Mount Chiliad, daarboven. Dan gaan wij nou naar boven rijden. En we gaan het op onze eigen manier doen. Ik ga niet gewoon het pad volgen, ik ga gewoon recht omhoog rijden. En we zien wel hoe ver we gaan komen. Ik heb geen idee. Het is soms een beetje lastig, want sommige delen zijn gewoon echt te stijl, waardoor het niet lukt. Dus je moet een beetje een goede plek zoeken. Weet je wat, ik ga gewoon rijden. We zien wel. We zien wel gewoon wat er gebeurt. Oh. Nou, begint al goed. Het probleem met het ding is, hij kan klimmen als de beste, maar hij rolt ook heel erg snel om omdat hij zo hoog staat. Hij staat heel erg hoog op zijn wielen. En daardoor wordt hij een beetje topzwaar. Dus hij wil nogal snel rollen, maar kijk dit, jongen. Kijk dit. Ik weet niet of dit of veel SUV's dit kunnen. Maar dit is in mijn ogen best wel sick. Ik wil mijn eigen route pakken. Let's go. Woo! Remmen. Kijk, niks te dan. Wij gaan gewoon hier omhoog rijden. Dit is perfect. Maar ja, dit. Hey, dit is geen probleem. Dit is niet eens een uitdaging.
En nogmaals, ik weet niet of dit heel erg speciaal is voor off-road voertuigen. Ik denk dat de meeste off-road voertuigen dit wel kunnen. Bijvoorbeeld de Brawler moet dit in theorie ook gewoon kunnen. Maar ik vind het wel sick. Het is wel vet. Kijk dan. Gewoon geen probleem, joh. Geen probleem. Zo, hier zijn we dan. Met de Anis Helium. Dit ding is bruut. Ik kan zeggen wat je wil. Dit ding is bruut. Wat ik me nou heel erg afvraag is dit voertuig ook heel erg snel in de categorie? Als hij heel erg snel is of heel erg goed is, dan kan je hem dus gebruiken in races. Zo niet, dan is het weer lastiger om zoiets aan te raden. Weet je wat? Ik ga het hier weer belaten. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de nieuwe video van GTA 5 Online. En mocht jullie nou zelf deze auto gekocht hebben en je hebt er iets leuks van gemaakt, stuur mij sowieso een foto via Twitter. Ik ben benieuwd wat jullie er allemaal van hebben geknutseld. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij of een nieuwe video of misschien vanavond zelfs bij een nieuwe livestream. Dus tot dan! En houden we!